De geschiedenis van de tapdans is ook verbonden met die van de immigranten die aankomen op Ellis Island. Vervuld van de Amerikaanse droom en het verlangen voet te zetten op de bodem van het beloofde land. Onmiddellijk na hun aankomst geven de jonge immigranten zich over aan de dans en stampen ze met hun voeten op de grond, alsof ze hun territorium willen afbakenen. Beseffen ze wel dat anderen voor hen diezelfde grond als dansvloer gebruikt hebben? Na de Indianen waren het de zwarte slaven die met hun Afrikaanse ritmen en dansen de zuidelijke staten deden dreunen. Afrikaanse ritmen voortgekomen uit de mist der tijden en nog steeds even springlevend. Wie die dansen ziet, kan zich voorstellen dat de wortels van de tapdansen in Afrika liggen. Mogelijk staat in Afrika de wieg van de tapdans. Maar die ritmische dialoog tussen handen en voeten wekt toch twijfels. Zou de oorsprong misschien in de flamenco liggen? Het is in ieder geval zeker dat de tapdans ooit in de Verenigde Staten is ontstaan. Aan het begin van de 19e eeuw leven de twee meest ontheemde etnische groepen van de Verenigde Staten, de zwarte en de Ieren, in gescheiden ghetto's. Maar de muzikanten en dansers van de twee gemeenschappen vinden elkaar in geïmproviseerde wedstrijden. De zwarte demonstreren de bewegingen uit de Afrikaanse dansen en de Ieren die van de jig. Het typisch Ierse ritme, dat veel later fraai wordt gedemonstreerd in de film Pot of Gold met James Stewart in de hoofdrol. You'll all feel chummy as you fill your tummy with a knife, a fork and a spoon. Start tap, tap, tap in a dish. You'll get your favorite wish. Send trouble dashing while you're going to be catching with a knife, a fork and a spoon. Rond 1830 leeft er in Louisville, Kentucky, een getalenteerde Ierse danser die zich onder de naam Papa Rice laat inspireren door een zwarte slaaf die Jim Crow heet. Papa Rice voegt aan de Ierse jig bewegingen toe uit de Afro-Amerikaanse shuffle. Passen waarbij de armen en schouders ritmisch worden meebewogen. De optredens van Papa Rice zijn een groot succes en hij wordt soms wel meer dan 20 keer op het podium teruggeroepen. De klepperdans of tapdans is geboren. In de 19e eeuw zijn de tapdansschoenen aanzienlijk minder elegant dan tegenwoordig. Er wordt gedanst op klompen of op houten zolen. Het zal meer dan een eeuw duren voor de eerste schoenen met ijzers eronder samen met de jazz hun intrede doen. De rassenscheiding zorgt ervoor dat zwarte artiesten optreden voor een zwart publiek en blanke voor een blank publiek. Een van de eerste zwarte artiesten die voor een blank publiek optreedt,
is de bewonderenswaardige Bill Robinson, die vanwege zijn elegantie en lichtvoetigheid de bijnaam krijgt Bojangles. Met zijn opvallend losse, ontspannen stijl vervult de voormalige straatdanser Bill Robinson een pioniersrol. Hij is de eerste die de schoenpunten gebruikt en glijders toepast. Hij is ook de uitvinder van het dansen op de trap. Dat idee wordt meteen overgenomen door de Black Faces. Een groep blanke dansers die zich zwart schminken en verkleed gaan als staljongens. Want voordat tapdansers gingen optreden in elegante smokings, werden ze geacht een soort zwerverstype uit te beelden. Na de komst van de geluidsfilm aan het eind van de jaren 20 komen de studio's met de eerste muziekfilms. Een jonge danser die al hier en daar de bijnaam Mozart van de dans heeft gekregen, doet auditie. Frederik Austerlitz, beter bekend onder de naam Fred Astaire. Vechten de filmstudio's om hem. Er wordt een partner voor hem gezocht. Wie van al die meisjes zal het worden? Fred Astaire laat zijn keuze vallen op een Texaanse van 19 jaar... die onderwijzeres was geworden als haar moeder, die haar mishandelde... niet per se had gewild dat ze een ster werd. Ginger Rogers geeft haar onderwijsroeping op... en stort zich in de armen van Fred Astaire. Een legendarisch danspaar wordt geboren in de film The Gay Divorcee. Begin jaren 30 komt het moment waarop de geschiedenis van de tapdans wordt opgenomen in de grote legende van Hollywood. En de tapschoenen weer klinken door heel Amerika, van kust tot kust. Het nieuwtje verspreidt zich razendsnel onder de castingbureaus van Broadway. De droomfabriek heeft mensen nodig. Uit alle delen van Amerika snellen knappe jongens en mooie meiden toe. Californië, de jackpot van het succes, lijkt nu wel het casino van El Dorado, waar de deuren van de droom wijd openstaan. In Californië, waar de droom op celluloid wordt verkocht, draait de lichaamscultus op volle toeren en worden de ideale maten voor de eerste pin-ups bepaald. Overgewicht, een gevolg van de passie voor dubbele hamburgers, voldoet helaas voor sommigen niet aan de Californische schoonheidsnormen. Maar gelukkig ontstaan de eerste fitnessclubs. Zwaarder gebouwde dames kunnen tijdens de martelingen, dankzij de moderne apparaten, blijven dromen van het ideale gewicht. Het is een wonderlijke tijd, waarin het geloof dat alles mogelijk is, overheerst.
En sommigen menen te kunnen vliegen met een vuurpijl op hun achterste. Tapdans is in de mode en de Hollywood-studio's geven cursussen aan hun sterren. James Cagney is zeker niet de slechtste leerling. De techniek van Joan Crawford laat misschien te wensen over, maar wat heeft ze een gevoel voor improvisatie? Clark Gable brengt het er niet slecht af, maar de grote verleider vertrouwt toch liever op zijn fluwelen slaapkamerblik. That's where each and every Lulu bell goes. Every Thursday evening in her swell clothes. Robin Elmo's come with me. We'll attend a jubilee and see the men their last 2 bits. $1 En dan daalt er een ster vanuit de hemel neer. Haar souplesse en lichtvoetigheid worden onmiddellijk onderkend door Fred Astaire. Eleanor Powell. De recensenten die haar hebben gezien in Broadway Melody geven haar de bijnaam Koningin van de Tapdans. In Hollywood zijn vele geroepen, maar weinigen uitverkoren. Heel wat dromen lopen te pletter op de muur van de werkelijkheid. Maar de lokroep van het grote geld is sommige ouders te machtig. En zij sturen hun kinderen al op jonge leeftijd naar audities. En op zo'n auditie wordt een genie ontdekt. Een talent van het zuiverste water. De nog piepjonge Sammy Davis Jr. Mickey Rooney daarentegen is al een oude rot in het vak. Hij maakte zijn toneeldebuut op zijn tweede. Als jongeman is hij een gevierd acteur. Zijn gage stijgt met elke film. En de checks van de filmstudio's tellen steeds meer nullen. Maar het is Shirley Temple die het Guinness Book of Records haalt. Ze begint haar carrière als 3-jarige en is de jongste actrice die een Oscar ontvangt. The big colonel gives the little colonel the Academy Prize. Oh, thank you very much, Mr. Cobb. Ze is ook de eerste blanke actrice die danst met Bill Robinson, de uitvinder van de trapdans. Shirley Temple besteeg de trap van het succes. Bill Robinson kwam niet verder dan wat kleine filmrollen.
De eerste zwarte acteur die Hollywood wel verovert is Sammy Davis Jr. Naast zijn enorme talent en zijn huidskleur heeft hij nog twee troeven. Hij is Joods en half blind. Natuurlijk kun je, net als Sammy Davis, het beste zo jong mogelijk beginnen. Weet je dat je dan sliep? Maar Filou bewijst dat dansen geen leeftijdsgrens kent en dat de jongeren op hun tellen moeten passen. Voor ceux qui ne connaissent pas Filou. In de race naar het succes worden de dansnummers op basis van suikerzoete scenario's nauw verbonden met zwijmelromances. Hollywood is dol op koppelpraktijken op het witte doek. En het publiek valt voor het piepjonge paar Mickey Rooney en Judy Garland. Het kindsterretje dat een even schitterende als trieste loopbaan tegemoet zal gaan. Ze heeft een wipneus, grote donkere ogen, is 1,50 meter lang en vanaf haar puberteit lijkt haar leven op een yo-yo. Ze heeft de neiging te zwaar te worden en daarom raden de studio's haar amfetamine aan. En dat is het begin van een nachtmerrie die verborgen gaat achter een masker van geluk en een eeuwige glimlach. De kranten smullen van het feit dat ze Mickey Rooney verlaat voor John Murphy. Elke week stort de schandaalpers zich weer op een nieuwe romance. De knappe Gary Cooper valt in de strikken van de sirene Garbo. En Clark Gable kan nog steeds niet kiezen tussen Dorothy L'Amour en Paula Stone voor zijn volgende cruise naar de Galapagos-eilanden. Johnny Weissmuller, die een blauwtje heeft gelopen na zijn nieuwste Tarzan-film, staat op het punt zich terug te trekken in het oerwoud met Cheetah, zijn favoriete wijfjesaap. Te midden van al deze amoureuze verwikkelingen vormen Ginger en Fred het onberispelijke paar. De magische uitwerking van het legendarische duo op het publiek werkt nog steeds. Fred is een perfectionist en niet zelden moet een dansscène 45 keer over. Waarna Ginger met bloedende voeten de set verlaat. Als ze samen al 10 films hebben gemaakt, is het publiek niet enthousiast over hun laatste productie. Het paar gaat uit elkaar. Ginger richt zich op de komedie. Fred moet op zoek naar een andere partner. Op dat moment lopen de studio's weg met Eleanor Powell, de koningin van de tapdans. Kosten nog moeite worden gespaard. Veel rijdende camera's om haar silhouet goed te laten uitkomen. En een ultramoderne geluidsstudio om het geluid van haar danspassen na te synchroniseren. Way off, make a slam.
Het vooruitzicht te kunnen werken met een vrouw die beschouwd wordt als een van de grootste danseressen aller tijden, brengt de voeten van Fred Astaire weer in beweging. Funny, sometimes the simpler the step. Al vindt hij wel dat ze iets te mannelijk overkomt als ze als een artillerievuur haar voeten beweegt. De film met Eleanor Powell heeft niet het verwachte succes. Voor Fred blijft ze vooral een soliste die zich niet kan aanpassen aan zijn choreografische eisen. Nadat de pers haar heeft omschreven als een goede danseres, maar een matige actrice, zal hij nooit meer een film met haar maken. Fred Astaire heeft geen partner meer en gaat voorlopig solo. Tot hij op een dag stuit op de hoogst aantrekkelijke ex van Charlie Chaplin, Paulette Godard. Hun ontmoeting resulteert in een ontspannen meesterwerkje, de film Second Chorus. Zoals het echte gokkers betaamt, laat Metro-Goldwyn-Mayer zijn beste volbloeds aan de start verschijnen voor de legendarische Hollywood-race. Daar gaan ze. De oude hengst Jimmy Durante zit Eva Gardner op de hielen. Gevolgd door het strakke snorretje van Clark Gable. Judy Garland is zo onbeleefd Fred Astaire de rug toe te keren, die er niets van begrijpt. Zijn buurvrouw, wier naam ontschoten is, is opgetogen dat ze naast Errol Flynn mag zitten. Gevolgd door de weelderige Deborah Kerr en een onbekende ster. En twee prettig ogende dames die elkaar duidelijk niet mogen. En die gelukkig gescheiden worden door de onzichtbare man. Op enige afstand Van Effling, vlakbij de beeldschone Katharine Hepburn en Lina Horne. Die zich afvraagt wat ze hier eigenlijk doet en zich stierlijk verveelt naast een onbekende. Gevolgd door Claude Jarman Jr., die nog maar een slok neemt. Buster Keaton neemt de laatste positie in deze dolle race. Dankzij het sterrensysteem en de muziekfilm is de tapdans innig verbonden geraakt met zangnummers en liedjes van toen, die nog steeds aanslaan. With his song, telling my whole life. With his words, killing me softly. With his song. Een zangnummer dat voorafgaat aan een tapdansnummer, om aan te tonen hoe moeilijk die twee samengaan. Hoeveel uren en dagen werk zullen Judy Garland en Gene Kelly nodig hebben gehad om deze combinatie van zang en dans uit For Me and My Girl onder de knie te krijgen? We'll be right back.
Jack. In 1941 verschijnen de eerste krassen op de roemruchte tapdansplaat, als de Verenigde Staten bij de oorlog betrokken raken. In de kazerne word je gratis geschoren en Hollywood slaat een patriotistisch toontje aan. It's a long way to Tipperary. En wie Judy Garland in uniform ziet, heeft meteen zin om dienst te nemen. Na de oversteek van de Atlantische Oceaan, onder dreiging van de Duitse onderzeeërs, landt de Amerikaanse armada in het door bombardementen geteisterde Londen. Met het leger trekt het theater mee, plus Fred Astaire, die het moreel van de troepen komt hooghouden. Een unieke opname waarin de koning zonder pruik en zonder studioapparatuur in alle vrijheid improviseert. En deze keer wordt de opname niet afgebroken aan het eind van het nummer, zodat het publiek getuige is van de in ademnood verkerende artiest. Het is een bijzonder moment. Fred Astaire vindt zijn grote liefde terug, zijn zus Adele, met wie hij zijn eerste successen behaalde. Lieve Adele heeft de belofte uit hun jeugd om hun hele leven samen te dansen verbroken. Ze is met een Engelse lord getrouwd en draagt nu het verpleegstersuniform van het Britse leger. I've just done a 20-mile hike, I mean, or something. Now look, Adele and I can't do anything together because we haven't worked. Who's the MC here? Listen, you know, we haven't worked together for 20 years, and it's a little odd to suddenly get out and do a routine. Sorry, can't do it. Oh, none of that old stuff. Get out of here. Listen, I'm just going to say goodnight now, and I want to thank you all for listening to all everything that I've had to say, which has been very ad-lib, and it's been a swell show and a great honor to be here at the opening night of Stage Door Canteen. I want to say goodnight and the best of luck to all of you. So goodbye. Ja, veel geluk voor al die jongens die over een paar dagen zullen landen op de Normandische kust. De laatste dans voor ze terug moeten naar hun eenheid. De laatste keer dat de meisjes zweven in de armen van de jongens met de ernstige gezichten. Die hun leven op het spel zetten in de oorlogsroulette. De laatste momenten van vrijheid. Een laatste omhelzing in de dans van het leven. Voor hen die de dood wacht. Na de dreunende laarzen zijn het de tapschoenen van Frank Sinatra en Gene Kelly die uitdrukking geven aan de blijdschap over de overwinning en de vrijheid in Anchors Away. What a dish, what a dream, what a day. Nu de jongens terug zijn, vieren energie en jeugd hoogtij in het uitgelaten Amerika. En de muziekfilm bereikt zijn hoogste toppen met het duo Kelly O'Connor. Thank you.
Terwijl de ster van Gene Kelly pijlsnel stijgt, raakt de loopbaan van Fred Astaire in het slop. Het geluk lijkt hem in de steek te hebben gelaten. En in de overtuiging dat zijn grote tijd erop zit, kondigt hij in de pers aan dat hij niet meer zal filmen. Wordt het een vroegtijdig afscheid of een doorstart? In diezelfde tijd heerst er paniek in de studio's. Gene Kelly, die net opnames zal gaan maken met Judy Garland, breekt zijn enkel. Er moet dringend een vervanger komen. Voor sommigen is het duidelijk dat Fred Astaire de hulp moet snellen. Maar anderen vinden het ondenkbaar om dat oude paard van stal te halen voor een dure productie. De emoties lopen hoog op, te meer daar de directie van MGM het contract met Judy Garland wil verbreken. Door haar sterallures valt er niet meer met haar te werken. Ze is verslaafd aan amfetamine en barbituraten en heeft geen idee meer van tijdschema's. Onder druk van haar moeder, die een hekel heeft aan Judy's man, de orkestleider David Rose, volgen verwijderingen en verzoeningen elkaar op als pep en slaapmiddelen. Na iedere opname wedden de studiotechnici hoe lang ze nu weer afwezig zal zijn. De producenten zijn inmiddels bereid de handdoek in de ring te gooien en haar te ontslaan. De ster gaat in de tegenaanval. Ze trommelt advocaten op, terwijl de agent van Fred Astaire voorstelt haar te vervangen door Ginger Rogers. Wat? Ginger Rogers? Is dat een geintje? Ze heeft in geen 10 jaar gedanst. Als de bom is ingeslagen, besluiten de studio's toch een proefopname te maken. All right, go. Verlamd door faalangst weigert Ginger. Maar Fred weet haar te overtuigen dat het allemaal goed zal gaan. De magie werkt opnieuw. De producenten zijn overtuigd dat ze een troef in handen hebben. De film Let's Dance zal de laatste zijn van het legendarische paar. En de eerste waarin Fred zijn welgevormde kuiten laat zien. Een laatste, uiterst preuts kusje van de man die een hekel had aan liefdescènes. Maar Katharine Hepburn vat het succes van het paar samen met de woorden: zij gaf hem seks, hij gaf haar klasse. Doek voor het sterrenpaar. Ginger trekt zich terug op haar ranch, terwijl de carrière van Fred nieuwe toppen bereikt. In datzelfde jaar, 1949, wordt op het Amerikaanse platteland nog steeds de Ierse jig gedanst. Maar in de steden wordt de geboorte van de rock'n'roll gevierd met acrobatische toeren. Die onmogelijke rock'n'roll bestaat nu al meer dan 60 jaar. En werd vanaf het begin gezien als een bedreiging voor de dansers, die vreesden dat hun tapschoenen in de mottenballen konden. In de ochtend van 25 november 1949 zwijgen de voeten van de dansers en de straten zijn uitgestorven. Harlem zal nooit meer de swingende passen en de warme stem van de elegante Bill Robinson horen. Hij is zojuist overleden. In de vrolijke muziekfilms uit het begin van de jaren 50 zien we de vreugdesprongen van Bill Robinson en voor hem van de Maasai-krijgers terug.
De grootste regisseurs, Cukor, Donen en Minelli, zijn op het toppunt van hun kunnen. De televisie staat nog in de kinderschoenen en de bioscoopzalen blijven vollopen. De studio's produceren kilometers celluloid. De tijd lijkt geen vat te hebben op de eeuwige Fred Astaire en op Gene Kelly, zijn dappere schildknaap. Hou! Say, you're Fred Astaire. Hello. Oh, hello. I'm sorry, I can't quite place you. What line of business are you in? Well, I dance. Oh, at home for the folks, picnics and that kind of thing. Oh, no, in public, on street corners. I'm happy again. Het jaar 1953. Het meesterwerk. Singing in the Rain. I'm singing and dancing in the rain. De vrouwelijke sensualiteit krijgt nu meer ruimte. Tapschoenen staan niet bepaald voor seksappeal, zoals naaldhakken. Toch kunnen ze best sexy zijn, zoals Sid Charisse laat zien, die van Fred Astaire de bijnaam Beautiful Dynamite krijgt. The girl's fantastic, beautiful, but I can't dance with her. Toch wel hoor, Fred. Wacht maar af. In The Bandwagon schittert het duo Fred Astaire en Sid Charisse. Maar het geluid van de tapschoenen is verdwenen en vervangen door de ritmes van het drumstel. Het afscheid van de tapdans lijkt eraan te komen. Ontwikkelingen in de muziek volgen elkaar razendsnel op. En het duo Astaire Kelly bereidt zich al voor op hun pensioen. Hello. How are you? How's the folks? What's new? I'm great. That's good. Ha ha. Knock wood. Well, well. That's life. What do you know? How's the wife? Gotta fly. Oh my. Ta-ta. Olive oil. Goodbye. De studio's rangeren de tapschoenen op het zijspoor van de muziekfilm. Fred Astaire slaat een bladzijde om door symbolisch zijn trouwe schoenen te vernietigen. Thank you.
Na verloop van tijd gaat de muziekfilm leiden aan bloedarmoede. Het wordt een herhaling van passen in hetzelfde ritme. Net als de rijen Chorus Girls. Op zoek naar een nieuw publiek duikt de muziekfilm in het zwembad. Het grootste deel van die films verdrinkt in de zoetelijke scenario's die onvermijdelijk eindigen met de natte zoen. What am I doing? I can't swim. Dat de tapdansen nog steeds bestaat, is te danken aan een paar dansers die niet weemoedig terugkijken op een verdwenen gouden eeuw. Zoals Jimmy Slide, die met zijn lange slanke gestalte al 50 jaar lang op de planken staat. Jimmy Slide heeft zijn passen geleerd aan Sarah, die op haar beurt dochter Laila het tapvirus heeft doorgegeven. Zo blijft de traditie levend, van de tapdans tot de hiphop. En steeds worden de grenzen van de dans opgezocht. Afhankelijk van de artiest sluit de tapdans aan bij verleden, heden of toekomst. De tapdans is terug. En dat zou Fred, Bill, Eleanor en al die anderen deugd hebben gedaan. Succes dus. En lang leven de tapdans. Volgens de verhalen was er toch een scheepsjongen die gezien had dat hij met Van Spijk dat hij naar beneden ging en zijn sigaar op een buskruit vat gelegd heeft en dat heel het schip de lucht in ging met 26 doden. Nederland in 12 moorden na de ster. In Zondagavond Laat het succesverhaal van een diva. Haar moeder beroofde zich van het leven, haar vader gaf haar weg aan wildvreemden. Deze foto heeft mijn vader, toen hij dus geïnterneerd werd, zijn hele reis bij zich gedragen. Achter op die foto, daar staat alles, jaartalen, waar hij was tot en met